Al 3 dagen ligt ze, Antje. Door melkziekte is ze slap en heeft ze spierpijn. Maar daar moet snel verandering in komen met het therapeutische koebad van Timmerman. We hebben deze koe op een matje uit de stoor getrokken. Ja. En in dit koebad getrokken, op de mat, liggend. En dan heb ik de bak op de juiste positie gezet. En dan pomp ik de bak vol met warm water. Zodat als ze na 6 uur, ze moet 6 uur in bad staan. En dat ze na 6 uur zelf weer hier rechtstandig het stroohok in kan lopen. En door de druk van het warme water moet de koe straks weer kunnen staan. En nou ligt ze eigenlijk al goed. Weet je, ze ligt nu alweer in de goede positie. Ja, ja. Een koeienbad dus. En ondanks dat Timmerman een van de enigen is in Nederland met zo'n bad, is het niet helemaal zijn idee. We hebben het overgenomen van een collega veehouder. Die dit als een soort van tweede tak naast zijn melkveebedrijf deed. En dat hebben wij overgenomen al 10 jaar geleden. En nu heb ik daar eigenlijk zoveel werk mee dat ik het melkveebedrijf heb verkocht. En nou doe ik eigenlijk alleen nog maar dit. Wil je het touw vasthouden? Ja, maar ik kan het wel, maar het is een beetje niets. Kijk, nou is hij er. Nou, het ging niet helemaal vanzelf, maar ze staat nou toch weer. En dat is altijd een goed teken. Ik kijk altijd bij die koe of ze met een rechte rug en met rechte heupen staat. Ze staat heel iets krom. Maar dat zegt niet alles, maar ze staat nou goed. En ze heeft dus ongeveer 3 dagen gelegen, geloof ik. En nu kan ze dus op eigen kracht, maar dan met behulp van het waterdruk, weer zelf staan.